Partij van de Arbeid, VVD, CDA, D66 zijn coalitiepartners. Dan hebben we GroenLinks, D66, uh, de VSP, ONS, uh, de SP. Daar zit ik op. 9, Negen. Negen. Uh, de ChristenUnie, SGP, dat is 10. Met enige moeite weet VVD-fractievoorzitter Johan Gadella... alle partijen in de gemeenteraad op te noemen. De Mol, Zalm en mevrouw... Uh, Beek van Leefbaar. Volgens mij heb ik ze dan allemaal. 14 zijn het er in totaal. En daarmee is Nieuwegein de gemeente met de meeste fracties van onze provincie. En dat is niet handig, vindt Gadella. Met 14 partijen ben je wel heel erg veel tijd kwijt om uh, aan de slag te gaan. Als ieder onderwerp 14 keer besproken wordt en nog een tweede termijn 14 keer, ja, ben je 28 termijnen verder voor het volgende onderwerp toekomt. Het grote aantal partijen in de Nieuwe Gijnse gemeenteraad komt door verschillende eenmansfracties die zich hebben afgesplitst van een grotere partij. Ruud van der Zalm vormt in zijn eentje de nieuwste fractie, een afsplitsing van Leefbaar Nieuwe Gijn. Ik denk dat. Het uh, het ook een uh, gegeven is dat een goede democratie er een hele hoop partijen op kan houden. Maar dan is wel een, uh, een voorwaarde dat er op punten ook wordt samengewerkt. Volgens de VVD zorgen al die kleine partijen er niet alleen voor dat vergaderen veel te lang duurt. Ook vindt de partij het onnodig dat alle eenmanspartijen een fractiemedewerker en een budget krijgen. Waarom Zo moeten ze eigenlijk fractieassistenten hebben? Laat dat de hoeveelheid zijn die de oorspronkelijke partij binnen had aan rechten en niet... Per afsplitsing één erbij. Je zou ook expres kunnen afsplitsen om extra tijd te kopen. En ja, dat is in feite nu wat, wat zou kunnen gebeuren. Voorlopig zal Nieuwegein het toch echt met 14 fracties moeten doen. Pas in 2014 wordt er weer een nieuwe gemeenteraad gekozen.